2014 is op dit traject tussen Den Heuvel en Hoogkasteren heeft bekerstijl plaatsgevonden bij de Kleine Beerzen. Toen is de Kleine Beerzen weer hermeanderd. Van een gekanaliseerde rechte beek is dit traject nu weer omgevormd naar een kronkelende beek. Waardoor het water beter vastgehouden kan worden en het een meer natuurlijke uitstraling heeft. De firma Van Beers die heeft voor het waterschap de uitvoering verzorgd. Ze zijn ongeveer een half jaar bezig geweest met het grondwerk. En er zijn hier vele kubieke meters grond verzet inderdaad om het hele plan gerealiseerd te krijgen. In de gekanaliseerde beek kwam ook het zeldzame plantje drijvende waterwegenbree voor. Dat is aangewezen voor Natura 2000, dus daar moesten we heel zuinig op zijn. Deze planten zijn allemaal uit de beek uitgenomen en in de nieuwe beek weer teruggezet. Naast de zorg die we hadden natuurlijk voor de drijvende waterwegenbree, zijn er ook veel struweel is er weer opnieuw aangeplant om het landschap wat meer aan te kleden. Er zat ook nog een stukje natuurcompensatie van Defensie bij, omdat Defensie op de Oorschotse Hei een herinrichting wil doen. Ondertussen is het nu 7 jaar geleden dat het project is uitgevoerd en er is natuurlijk veel veranderd. Ook de vegetatie heeft zich verder ontwikkeld, waardoor het al het landschap echt een beetje volwassen uiterlijk begint te krijgen. 3 weken geleden zijn hier opnames gemaakt van de bloeiende vegetatie. Ondertussen is het weer iets achteruit gegaan, waardoor ook de meeste bloemen al uitgebloeid zijn. Hier zien we inderdaad de sterkroos. Dat is een redelijk algemene plant die in de meeste Brabantse beken nog wel voorkomt. Alleen is het wel zo dat het is wel een soort van iets beter water. Dus echt de sterk gekanaliseerde beken met voedselrijk water, daar komt deze soort niet in voor. Kijk, hier hebben we de gele waterkers staan. Ook een oeverplant die op de insteek van de beek staat meestal. Dus op de overgang van water naar land. Hier hebben we het plantje de grote waterranonkel. Dat is een van de doelsoorten eigenlijk van het habitattype van de beken die wij zo willen hebben. Dat is een van de belangrijkste doelsoorten voor ons. En die komt hier gelukkig nu in de nieuwe beek komt die veelvuldig voor. De oevers van de beek zijn nog wel redelijk voedselrijk, omdat het natuurlijk voormalige landbouwgronden zijn waar de beek is in aangelegd. Dus er staan meer algemene grassen, zoals hier het rietgras en het timotheegras en de glanshaver. Allemaal hoge grassen die naarmate het langer beheerd wordt als hooiland, zal de voedselrijkdom afnemen en de grote massa aan grassen zal ook minder gaan worden en zullen er meer bloemen in het grasland gaan komen. Hier zien we de akkerdistel tussen de grassen. Dat is al een van de eerste, ook nog wel een overblijfsel van het landbouwgebruik, van het voedselrijke landbouwgebruik. Want dat is wel een soort die houdt van voedselrijkere gronden. Maar het is wel een hele belangrijke nectarplant voor vlinders en allerlei andere insecten. Dus aan de andere kant van de beek zien we de pitters. Dat is ook nog een indicator van het landbouwgebruik, die houdt heel erg van een echte voedselrijke bodem met veel fosfaten erin. Die zien we vaak in natuurbouwprojecten, zien we die toch ook opduiken. Hier staan we bij een poel die is blijven liggen. Dat is gewoon eigenlijk een stukje van de oude beek wat is afgedamd en waar veel drijvende waterwegenbree voorkwam. Dus die hebben we laten liggen om de drijvende waterwegenbree daarmee te helpen. Helaas is gebleken dat de drijvende waterwegenbree in de stilstaande wateren geen stand heeft kunnen houden en dat hij eigenlijk alleen maar in de beek is teruggekomen en dat hij in de poelen is verdwenen. Boven in de boom zit nu de geelgors te zingen. Dat is echt een vogel van het kleinschalige landschap waar veel struweeltjes en houtwalletjes aanwezig zijn. Hier zien we al een eerste aanzet tot het iets schraler worden van de bodem. Dit is de kleverige ogentroost. Die parasiteert op de grassen, de rijkelijke grassen die hier aanwezig zijn. En het onderdrukt daarmee de grote massa van de grassen en zorgt ervoor dat de concurrentiepositie voor de bloemen beter wordt. Hier staan we bij de eenstijlige meidoorn die 3 weken geleden nog volop in bloei stond met de mooie witte bloemschermen. Nu beginnen de bessen zich al te vormen. Nog een paar weken en dan beginnen ze rood te kleuren en dan is het een lekkernij voor vogels. Ook de Gelderse roos is ondertussen uitgebloeid en begint zijn bessen te vormen. Alleen deze zijn minder geliefd bij de vogels en blijven vaak tot lang in de winter blijven die aan de struik hangen. Het worden wel helderrode bessen, maar die worden dus slecht gegeten door vogels. Dit is het mannetje van de azuurwaterjuffer, waarvan we zo net het vrouwtje op de film gezien hebben.
7 jaar geleden zijn deze struiken en dit plantsoen is allemaal geplant als jonge stekjes van 30 centimeter. En binnen 7 jaar ziet u al dat het echt een flink bos aan het worden is. Ik kan hem wel. Ja. Hier zien we de weidebeekjuffer. Het is een echte beekjuffer waarvan de larven een jaar lang in de beek leven. Hij zet zijn eitjes af op de waterplanten. En daarom maaien we nu ook met het onderhoud, laten we een deel van de waterplanten altijd zitten. Zodat we nooit alle larven die in de beek leven mee op de kant scheppen. De Kleine Beerze is eigenlijk dé beek in Nederland voor de drijvende waterweegbree. De drijvende waterweegbree is een hele zeldzame soort. Waarvan de Kleine Beerze eigenlijk de grootste populatie is binnen Europa. Kijk, dit is het blaadje van de drijvende waterweegbree. Als de plant wat groter wordt, dan gaat dit blaadje, die stengels die groeien door. En dan gaan deze blaadjes gaan drijven. En dan komen daar tussendoor de mooie helder witte bloemen. En de plant is sterk afhankelijk van toetredend grondwater met veel ijzer erin. Kwel, zoals dat genoemd wordt. Deze kwel die legt het fosfaat vast, zodat het niet beschikbaar is voor planten. Met name het ijzer. Het ijzer die bindt aan het fosfaat en die slaat neer als roest. Waardoor het fosfaat niet beschikbaar is voor de planten. Waardoor er eigenlijk in voedselarme omstandigheden ontstaan. En daar kan de drijvende waterweegbree heel goed mee omgaan. En dat is eigenlijk een van de weinige planten die dat zo goed kan. En daardoor heeft hij een concurrentiepositie, een voordeel. Nadat een project is uitgevoerd, is gerealiseerd, moet het ook beheerd en onderhouden worden. Zo doen we het maaibeheer van de beek afstemmen op de omgeving, ook op de ecologie. Zoals Ron straks vertelde, zitten er onder andere juffers en libellen. Nou, de larven daarvan die willen we ook gedeeltelijk sparen. Vandaar dat we dus niet heel het profiel uitmaaien, maar proberen altijd een gedeelte te laten staan. Daarbij houden we wel altijd rekening met dat er voldoende waterafvoer is, ook afhankelijk van de tijd van het jaar. We staan hier bij een vangbalk en die dient ervoor om het maaisel wat vrijkomt bij een bepaalde onderhoudsmethode, maaien met het bodemmes, waar dan losgeknipt wordt en afdrijft, hier tegengehouden wordt en uitgeschept kan worden. Een mooi plaatje met een oude eik op de achtergrond heeft hoogstwaarschijnlijk gediend als scheidingsobject om aan te duiden tot waar een perceel reikte. Een stille getuige zeg maar, van wat hier de afgelopen 100 jaar gebeurd is, want ja, zo oud zal hij wel ongeveer zijn. Dus, mooi dat we nog van kunnen genieten. Ja. Vanuit de wandelroute is er hier een mogelijkheid om via een doorsteek de beek te benaderen. En daar te kijken wat er in en om de beek te zien is. Kijk, dit is de grote sabelsprinkhaan. Hij moet nog een paar keer vervellen om volwassen te worden. Dit is nog een nymf. Maar je kunt al wel zien hoe groot hij gaat worden. Ja, ik zal hem zien. Ik zie. Oh. In het project is ook rekening gehouden met recreatie. De oude eikenstructuur, eikenlaan vanaf het zwembad, die is hier getracht door te trekken langs de wandelroute. Helaas zijn hier enkele eiken uitgevallen, dus die dienen nog ingeboet te worden. Verderop prijkt de mooie kerktoren van Hoge Loon boven de bomen uit. Dat geeft een mooie doorkijk naar het beekdal van de Kleine Beerze. Met hier op de voorgrond een fauna- en kruidenrijk grasland. Het beheer hiervan is onlangs overgegaan van natuurmonumenten naar Brabants landschap. En die doen hier hooilandbeheer in combinatie met begrazingsbeheer. Dit is een hooibeestje, dat is een vlindertje, een typisch vlindertje van dit soort graslanden met kruiden en veel grassen. De rupsen leven van de grassen. Bij een goed functionerende beek hoort ook bos. De bomen die in het bos staan, die zorgen voor schaduw. En dat is belangrijk voor de beek. De schaduw zorgt ervoor dat zonlicht niet direct in kan vallen in de beek. En de beek daardoor niet zo snel opwarmt. Het water blijft dus koeler. En koel water kan meer zuurstof bevatten. En dat zuurstof is belangrijk voor de waterkwaliteit, maar ook voor het leven in en om de beek. Met het bekerstelproject zijn de randvoorwaarden geschapen voor een robuust en natuurlijk watersysteem. Ja, het is verbazingwekkend hoe snel de natuur daarop gereageerd heeft. Binnen 7 jaar is hier gewoon een natuurlijk paradijsje ontstaan.